is deze week bijna geen veldje aan de lucht bij Ajax. De zege op PSV was mooi, maar ook al bijna weer vergeten nu er een nieuw duel voor de deur staat. Bovendien is ook de lente echt begonnen en was er nog maar één iemand met handschoenen op het veld te vinden. Frank de Boer zag het allemaal gebeuren, maar heeft ook een twijfelgeval in zijn selectie. Daley Blind heeft een blessure. Ja, vanmorgen was hij opgestaan en had hij al wat last van zijn rug. Kon bijna niet zijn sok aandoen of zijn schoen aandoen. En eigenlijk ging het tijdens de warming-up eigenlijk hartstikke goed. En ook de rondo. En, alleen tijdens het positiespel kreeg je er weer last van. Het werd eigenlijk steeds erger. En vandaar dat we eruit hebben gehaald. Hij is een MRI gemaakt heel snel. Er is niks te zien. Dus misschien is het 50-50 of hij morgen mee zal doen of niet. En hij wordt vandaag behandeld nog. Morgen, gelukkig spelen we dan 's avonds. Hij heeft genoeg tijd om hopelijk op tijd te herstellen. Zekerheid sprak de boer op het veld enige tijd met de stand-in van Daley Blind, Mitchell Dijks. Het is een rimpeling in het verder kalme water bij Ajax. Want met nog 4 duels te gaan is Ajax op pole position voor de landstitel. Maar de race is nog niet gewonnen. It was a nice feeling to win against PSV, but you could also feel in the dressing room just after that that Friday is the same importance that the game last game on Sunday. So we have a little advantage now, and we have to win tomorrow to really to get the bonus from the game against PSV. And also, if you see the newspaper and so on after PSV, then they said now everything is for Ajax, and we hope it will be, but we really have to be focused and concentrated and do our job. Wij moeten nog doen, het is niet klaar, we zijn nog geen kampioen nog. En, als we scherp aan die wedstrijd gaan, dan moeten we die wedstrijd nog ook winnen. Maar zoals ik zei, we moeten het doen. Dan komen we dichterbij. Uit bij Heerenveen speelde Ajax met 2-2 gelijk. Toulani Serrero was met 2 goals de grote man aan Ajax zijde, maar kreeg ook rood kort na zijn tweede goal. Bij Heerenveen was er een IJslandse spits de uitblinker, Alfred Finn Bogason. Hij maakte 2 doelpunten en heeft er inmiddels 23 in liggen. Voor Sigtorsson is het speciaal om zijn landgenoot te treffen. Altijd speciaal. Wij zijn een kleine land en best veel IJslanders in de Eredivisie nu. Ik kijk uit om niet met hem nu te spelen, maar tegen hem te spelen. En hij doet het heel goed. Misschien niet tegen ons. Wordt het morgen een beetje een strijd tussen jou en hem ook? Nee, eigenlijk niet. Het is gewoon tussen onze twee ploegen. Zij moeten vechten voor de play-offs en zo hoog mogelijk staan. En wij gewoon voor het kampioenschap. Dus dat zie ik niet. Ik zie gewoon twee teams vechten tegen elkaar.